Dank u wel. Deze uitzending, de ontknoping in de zaak Schellevis. Sinds de uitzending van 2 weken geleden is er heel wat gebeurd. Hallo. Dag, aangenaam. Ik heb wat vragen die ik graag aan u zou willen stellen. Er zijn heel veel mensen gedupeerd, zoals u weet, door u. Door mij? Ja, dit bent u toch? Ja. Ja, u heet toch Medu Schellevis? Nee. Nee, hoe heet u dan? Nee, ik hoe heet niet u dan? Dat u iets aangaat. Dat later, maar nu eerst naar Zuid-Holland. In Zoetermeer woont een man van vele ambachten en nog veel meer ongelukken. John Aardegeest. Ik ben 27 jaar ondernemer, maar ik heb nog nooit een dergelijk sluw, gewiekst persoon meegemaakt als John Aardegeest. John Aardegeest is een drukke jobhopper. Hij wisselt door de jaren heen banen in loondienst af met een keur aan eigen bedrijfjes. Maar als die vervolgens op de fles gaan, gaat hij weer snel terug naar een baas. In 1989 richt hij Aanpasbaar Wonen op. Het bedrijf dat voornamelijk seniorenwoningen verbouwt, komt al snel in de problemen. Aardegeest krijgt ruzie en maakt verschillende klussen niet af. De gezamenlijke schadeclaims lopen op tot zo'n 2 ton in guldens. Aardegeest geeft later toe dat hij in het rood komt te staan omdat hij op veel te grote voet leeft. Hij kwam eerst met een SUV-kar aan en 2 weken later kwam hij hier vol trots zijn andere BMW laten zien. Echt een nieuwe BMW. Een levensstijl die hem later nog duur zal komen te staan. Na 6 jaar wordt het faillissement van Aanpasbaar Wonen uitgesproken. In 2001 treedt Aardegeest weer in loondienst. Hij gaat in de kozijnenbranche. Bij zijn baas Eurotrade wordt hij echter op staande voet ontslagen als blijkt dat hij aanbetalingen van klanten in eigen zak steekt. Na een baan bij Formule Kozijnen verkast hij naar Inside BV. Daar wordt hij opnieuw betrapt met zijn hand in de kas. Blijkbaar stoot deze ezel zich wel 2 maal aan dezelfde steen. Dat is het erge. Hij krijgt de mensen zover dat ze een vooruitbetaling aan hem doen en vervolgens is hij weg. Tijdens deze baantjes richt hij verschillende ondernemingen op in naam van zowel zichzelf als zijn vrouw. Maar er komt weinig uit deze bedrijfjes. Ze worden bijna allemaal weer opgeheven. In december 2005 start hij een zaak die prima te combineren valt met zijn baan als dealer bij kozijnenboer Inside BV. Aardegeest start een bedrijf in balkonveranda's. Je ziet steeds meer mensen die balkonbeglazing willen omdat het eigenlijk helemaal inraakt. Door dit product eigenlijk is het dus mogelijk om een kamer te creëren die je ook binnen een minuut weer open kan zetten. Waardoor je dus eigenlijk een extra ruimte creëert. En heel geriefelijk op je balkon kunt zitten. Je kan bij wijze van spreken, al waait het windkracht 7, kan je lekker een bakje buiten nemen. En je zit er toch buiten, maar je bent binnen. Kortom, er is werk bij de vleet. Aardegeest gaat voortvarend aan de slag. Dat merkt ook de concurrentie. Ik denk dat hij van die gemiddelde particuliere mensen, daar kan hij 90% van om zijn vinger winden. Ja. Hij heeft een ontzettend goed verhaal. Hij pakt mensen echt in. Inside BV heeft Aardegeest nog niet meteen door. Hij mag zelfs een gedeelte van de showroom huren voor zijn bedrijfje. Balkonveranda Nederland noemt hij het. Maar de huur wordt niet betaald. Jij bent toen nog naar Maasland gereden, want toen had hij gezegd dat hij daar een showroom had. En toen wilde Koos daar eigenlijk een beetje pissig naar die kerel toe gaan om kijken wat er niet te praten viel. En toen zegt die man van nee, ik ben ook opgelicht door hem. Ik ben voor 20.000 euro opgelicht. Ook andere ondernemers die Aardegeest een kans willen geven komen van een koude kermis thuis. Zoals Piet van Drongelen. Hij denkt dat Aardegeest een goede dealer voor zijn parketbedrijf kan zijn. Een heleboel goede ideeën en een heleboel klanten bracht hij aan. Alleen de betaling van zijn de afnames die hij deed, dat ging al moeizaam in het begin. En op een gegeven moment hebben we tegen hem gezegd van nou, we vinden het zo lastig gaan. We hebben liever dat je contant betaalt of pint en dat kan allemaal. Dat heeft hij dus 1 of 2 keer gedaan. Zonder problemen. Maar daarna kwam dus de grote opdracht van 45 vierkante meter pakket verbuiten. En ja, dat gaf de problemen. Want Aardegeest haalt opnieuw zijn oude streken uit. Hij steekt de aanbetaling van 5500 euro in eigen zak. De boze van Drongelen stelt voor dat hij het gestolen bedrag in gedeeltes terugbetaalt, maar daar komt niets van terecht. In die tijd dat hij die afbetalingsregeling voorstelde, was hij 10 dagen niet bereikbaar omdat hij op vakantie was van ons geld. Bovendien adverteert Aardegeest in zijn folder en op zijn website nog steeds met het parketbedrijf. De klanten van Balkonveranda bellen ons om te vragen waar de leveringen blijven van meneer Aardegeest. En wij hebben niets meer met Balkonveranda te maken. We krijgen alleen nog een hoop geld van hem. Een charlatan
Dat is Aardegeest. Het afgelopen jaar lijkt het Aardegeest goed te gaan. Balkonbeglazing is de nieuwe woontrend en de zaken lopen prima. Aardegeest is een fantastische verkoper. Talloze gezinnen in Oostgeest, Hoek van Holland en Amsterdam gaan dan ook in op het verhaal van Aardegeest. Als de wind uit zee komt, waai je weg. Je kunt er niet zitten, want het waait er van alle kanten. En we hebben er eigenlijk die eerste 2 jaar dat we er gebruik van hadden kunnen maken, hebben we er nauwelijks gezeten. Het werd mooi, het werd prachtig, het werd vakkundig geplaatst. De garantie was grandioos. Kortom, het was fantastisch. En die kon ons een heleboel korting geven, zei die. Een mooie prijs. En een mooie prijs. Aardegeest weet in recordtempo orders binnen te slepen. Hij kaapt zelfs opdrachten van concurrenten weg. En dat gebeurt niet altijd op een nette manier. Ik had een groot project in Voorburg. 6 torens. Wat is er gebeurd? Hij heeft daar briefjes in de bus gedaan. En hij heeft tegen de mensen gezegd: op zaterdagmorgen en op zondagmorgen, dan ben ik in de hal met mijn product. En uiteraard, hij was goedkoper. En gezonde concurrentie nogmaals, dat is gewoon fijn. Dat houdt je scherp. Maar deze man is doortrapt, is gemeen, is sluw. En aapt alles na. Dat is ook nog eens een keer zo. Hè. Doet alles, neemt de offertes over, neemt de tekst over. Zit je op 8000 euro? Oh, ga ik op 77 zitten. Oh, is er nog niemand geweest? Ga ik op 9000 zitten. En zo stapelen de opdrachten zich op. Aardegeest zoekt assistentie bij bouwondernemer Ben Hagenaar. Op een gegeven moment liet hij mij een papier zien, 600.000 euro werk voor dit jaar. Dit was een lucratieve business erbij. Wij moesten dan plaatsen in Zoetermeer bij de familie Buis. Dat is dan wel goed gegaan. Alleen daar had hij dus helemaal verkeerd ingemeten. Dus op het moment dat wij daar dus aan het plaatsen waren, kwam het systeem 3 centimeter van de grond los. Dat hebben wij wel op kunnen lossen. Maar ja, het is niet zoals het hoort. Hij vindt van zichzelf dat hij een goede verkoper is. Maar van techniek heeft hij totaal geen verstand. En dat blijkt ook uit de materiaalbestellingen die Aardegeest her en der doet. Ja, dit is het ijzer wat John bij ons besteld heeft. Ja, het is nooit afgehaald, want hij heeft het niet betaald. De schade was, ja, ik geloof, 4000 euro ongeveer. Nou, wat schetste mijn verbazing toen ik daar dus kwam, dat de man mij vertelde van, joh, er is nog niks geleverd, want er is niet betaald. En toen hadden wij al een beetje een vermoeden van, dat gaat niet goed. Dus wij vroegen, hoe kan dat dan? Ja, dat geld heb ik opgemaakt. En dat was het moment waarop ik zei van, oh, maar nu is het genoeg geweest. Het geld is weg, terwijl Aardegeest toch flink geïncasseerd heeft. Wij moesten 50% aanbetalen. Dat kwam dus neer op 3.250 euro. Dus dat is een fors bedrag. Totaal 40.000 euro. Dus alle bewoners hebben 3.250. Nee, niet allemaal. Er zijn een paar andere bedragen, maar totaal 40.000 euro betaald. Voor mij is het 2750. Er is er nog één van 4300, dan is er nog één. En totaal is het 9000 euro. En dat was het moment waarop wij eigenlijk alle alarmbellen afgingen en zeiden van, ho even, nu willen we de administratie inzien. En daaruit bleek dat hij iedere week, eigenlijk iedere dag, dat nadat de mensen geld over hadden gemaakt, dat hij geld van de rekening afhaalde. Nou, bij hem zie je dus namen op papieren staan die niet in zijn boekhouding terug te vinden zijn, maar die wel betaald hebben. Dat betekent dat je aan het frauderen bent. De monteurs schrikken van deze dubbele boekhouding. Ze slaan onmiddellijk alarm bij de leveranciers en alle klanten van Balkonveranda. En die liet ons zien hoe die dat deed. Ik heb gestort. Het wordt op zijn rekening gezet. 1 dag later gaat het geld naar zijn vrouw's rekening. En die weet helemaal van niks natuurlijk. En 1 dag later, dan is het daar afgehaald en is het weg. De klanten van Aardegeest kunnen dus fluiten naar hun glazen balkonnetje. En de mannen van Combibouw gaan voor zo'n 30.000 euro het schip in. Gewoon een ras-echte olivier, maar dan in het klein. Ophangen aan de hoogste boom. Grote oplichter. Flapdrol. Ik denk dat ik mijn klap voor zazen schrijf. Ja, ik denk vind dit een waardeloze man. John Aardegeest probeert een naderend faillissement af te wenden. De rechter moet nu beoordelen of hij in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Voorwaarde, hij moet kunnen aantonen dat hij de schulden heeft opgebouwd zonder dat hij er iets aan kon doen. En dat wordt nog lastig met al die aanbetalingen die hij in eigen zak stak. Mevrouw Bizot, dat heeft u ook meegemaakt, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb geld betaald en daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. U heeft dat 2 keer zelfs meegemaakt, hè, met hem? Dat was een beetje dom.
Ja. Ja. Wat, hoe ging het de eerste keer? Dat was via Eurotrade. En ook een aanbetaling gedaan, uiteraard. Daarna hoorden we, aardig is niet meer. We zagen hem niet meer. Toen heb ik contact opgenomen met Eurotrade. En van die mevrouw kregen we te horen dat hij met het geld vandoor is gegaan. Ja. We hebben dan wel heel snel het geld teruggekregen van Eurotrade. Van Eurotrade. Ja. Ja. En vervolgens wilde u alsnog graag een systeem op uw balkon. Ja. Ja. En toen kwam u bij Balkonveranda Nederland terecht. Ja, ik had meerdere aannemers aangenomen. Dus op dat moment wist ik niet dat het aardgeest was. Nee. Totdat hij bij mijn deur stond. En toen heeft u hem gauw dichtgegooid, die nee, deur? Nee, dom. Ja. Nee. Nou, ja, mijn man was er wel bij. En hij heeft ook tegen aardgeest gezegd van... ja, maar wij vertrouwen je niet. Maar zoals u hoort, hij kan heel goed praten. Dus hij heeft u weer overtuigd. Ja. U heeft weer een aanbetaling gedaan. Ja, ja, we hebben contant betaling aan mijn tafel gedaan... Ja. Wel getekend daarvoor. We hebben wel tegen hem gezegd van... ik krijg geen geld voordat wij een officiële vergunning hebben. En bouwvergunning, tekening van de architect, goedkeuring van de architect... heb ik allemaal gekregen. Ja. Maar goed, er is geen veranda geleverd. En de niks. Aanbetaling ooit teruggezien? Nooit. Nooit wat van gezien. Nee. Nou, wij gaan op zoek naar John Aardegeest. En hij lijkt zich schuil te houden gewoon bij hem thuis. Maar hij neemt de telefoon niet meer op en hij laat zich nergens meer zien. Aardegeest geeft niet thuis. Na uren wachten zien we hem plotseling zijn schoothondje uitlaten. John Aardegeest, hè? Ja, klopt. Hi, ik ben Suzanne van Het Ros Opgelicht. Okay. 175.000 euro al in een jaar schade, hè? Ja, dat is heel vervelend allemaal. Heel vervelend gelopen. Ja. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, verkeerde zaken opgepakt, zeg maar. Ja, mensen die wij gesproken hebben, ja, die noemen jou echt een charlatan en een oplichter. Ja. Maar goed, ik ga dat wel oplossen uiteraard. Dat lijkt me sterk dat dat nog lukt. Ik heb volgende week maandag een afspraak met het advocaat. Dus laten we eens kijken wat we kunnen doen. Weet die advocaat ook van de dubbele boekhouding die je voert? Nou, ik heb geen dubbele boekhouding hoor. We hebben bewijs op de redactie liggen, ja, van mensen die jouw partner zouden, ja, worden. Ja. Dat jij aanbetalingen aanneemt, ja, nooit materiaal bestelt en ook nooit komt leveren. Ja, dat, en die zie je in de andere boekhouding niet terug. Hoe kan, zou jij dat noemen? Dat kan ik wel zeggen hoor, dat het wel besteld is. Maar goed, nou, daar hebben we ook mee gesproken. Ik wil voor de rest geen commentaar meer geven. Zoals Meta Klassen, die zegt dat dat niet zo is. Ik wil voor de rest geen commentaar meer geven. Zo kunt u zich toch niet van afmaken als u een eerlijke zakenman bent? Dus? Dat is toch geen ik antwoord? Ik wil niet meer tot u filmt. Waarom wil u ook geen... Ik doe niks. Waarom neemt u ook geen contact op met mensen die nog zitten te wachten om door u betaald te worden? Ik heb heel veel contacten gelegd. We hebben 40.000 euro schade. Alleen al in Oegstgeest. Ja. 40.000 euro. Daar heb ik een regeling mee getroffen. Nou, meneer. Dat is onzin, hè? Dat is kletskoek. En weet u gaat gewoon weer door. Want ik heb het nu over balkonveranda. Ja. En u gaat nu alweer door met het kozijnenbedrijf. Dat is toch zo? Ik geef geen commentaar meer. Hoeveel schuld denkt u zelf daar dat u heeft? Daar ben ik mee bezig met een advocaat. Dat zeg ik en ik heb vrees geen commentaar meer. Ik ga het oplossen. Maar hoe dan? Hoe dan? Binnen een jaar heb ik het opgelost. Maar hoe denkt u dan in één jaar 175.000 euro te verdienen om al die mensen hun geld terug te geven? Dat reageer ik schriftelijk op. Dank u wel. Ik zal u mijn kaartje geven, dan kan u dat doen. Ja. Maar dat is toch niet reëel? Aardegeest heeft meer dan genoeg van ons. Hij wil naar binnen. U probeert zich ook te verschuilen voor mensen die geld komen vragen aan u, hè? Nee, nee. Want u neemt de telefoon nooit op. We gaan een oplossing bedenken en die is al bedacht. Ja, wat is hem dan? Vertel dan. Dat zou toch heel simpel zijn om aan mij nu de oplossing te vertellen? Niet te vertellen. Nou, wilt u het dan wel doen aan de mensen die nog geld van u krijgen? Waarom niet? Buiten blijven. Weg. Zal ik u nog even mijn kaartje geven dan? Dan kunt u reageren. Tot op de brievenbus. Weg. Is dat echt het laatste wat u wil zeggen? Ja. John Aardegeest wilde per brief nog wel wat aan ons kwijt. Hij beweert inmiddels een regeling te hebben getroffen met het merendeel van zijn gedupeerde klanten. Iedereen zou de helft van het bedrag dat ze kwijt zijn terugkrijgen. Dolf Henneke, heeft u daar vertrouwen in dat het goed komt? Eigenlijk niet. Nee. Het is een man van veel beloftes, maar weinig waarmaken. Daarom zitten we hier allemaal.
Ja. Hij heeft wel het een en ander weer beloofd. Ik heb van de week begrepen dat er een belofte is dat hij eind van de maand 2000 euro over gaat maken. Ja. De oudzoon, heeft u al wat gestort gekregen? Nee, er is nog niks binnen. Maar hij beweert dat dat eind maart gaat gebeuren. Dus we hopen nog, maar we geloven niet. Maar het is al wel bijna eind maart. Ja, het is eind maart. Het gaat niet zo lang meer duren. Nee. Mevrouw Bizot, wat denkt u? Gaat het goed komen? Nee, zeker niet. Nee, geld is gewoon verdwenen. En, Hij heeft mij een brief gestuurd. Ik heb 5700 betaald en hij wil maar 1100 terugbetalen. Als ik gelijk ga tekenen. Ja. Daar geen sprake van. Nee. Neemt u genoegen met de helft? Dat is natuurlijk ook nog de vraag. Hè? Want hij zegt nu, ik ga de helft terugbetalen. Maar is dat voldoende? Nee, dat is natuurlijk niet voldoende. Maar we hebben met de hele club besloten om daar eventueel genoegen mee te gaan nemen. Ja, omdat hij anders waarschijnlijk helemaal niets kan betalen. Ja, als het volgestart is, hè? Als het volgestort is, uiteraard. Ja. Want hij zou over een jaar lang zou hij dus dat totale bedrag betalen. Nou, eerst zien, dan geloven. Eerst zien, dan zeker. Geloven. Zeer bedankt voor de komst en ik wens u veel succes met de afhandeling van deze zaak. Nou, dank u wel. Dank u wel. Er zijn bijna nergens zoveel fietsen als in Nederland en de meeste kunnen wel een beurten of een reparatie gebruiken. Het opgelicht team is benieuwd hoe makkelijk mensen hun fiets voor een zeer langdurige reparatie afstaan. Bob en Marco geven zich uit voor mobiele fietsenmakers. Maar dat de heren niets van fietsen repareren weten, mogen duidelijk zijn. Toch komen ze bij u aan de deur om uw fiets na te kijken. Goedemiddag. Ter kennismaking, gratis onderhoudsbeurt voor uw fiets. Stoorfiets of scooter vandaag. Goedemiddag. Mobile Bike Control. De mobiele fietsenmaker. Kijk, hier staat voor de fietsen. Hallo. Goedemiddag. Wij komen, ik weet niet of u onze folder in de bus heeft gehad, vorige week. Ja. Wij beginnen vandaag met ons nieuwe bedrijf, Mobile Bike Control. Mm-hmm. En wij bieden ter kennismaking gratis zomer klaarmaken van de fiets aan. Nou, u heeft hem gelezen misschien. Ja. Het is voor gewoon alles door te smeren. Als er dingen kapot zijn, kleine dingetjes, spaken repareren we nu gratis en het voor- en achterlicht. Binnen 2 uur heeft u ze weer terug. Ja, ze kunnen ik moet straks naar zwemles. Hoe laat is dat? De buren afgeven, dat kan ook. Ja, dat kan zeker. Ik kom zo naar buiten, want ik heb ook een telefoon. Ja, oké, dank u wel. Dan pakken wij de fietsen alvast eventjes. Ja, Bob en Marco zijn niet bescheiden en nemen alle fietsen, inclusief die van de kinderen, mee. Weet je wel, dat is wel, we nemen en de schuilte en de fiets, we nemen deze 4. Het wordt mooi deze, zo. Maken ze heel fluit. Nemen ze alle 4 al eventjes. Het is voor de eerste dag, hè? We doen het gewoon. Ongehinderd nemen Bob en Marco de fietsen uit de garage mee naar hun bus. U ziet ze zo meteen terug. Oké. Mevrouw, kijk eens hoe eerlijk wij eruit zien. Ja. Hey, u in ieder geval bedankt voor het vertrouwen alvast. En dan ziet u ze zo terug. Ja, oké, tot zo. Dank u wel. Dag. De eerste buit is binnen. Bob en Marco maken zich uit de voeten als ze zien dat mevrouw verhaal komt halen. Heeft ze iets in de gaten? Ik kreeg een brief in de bus met daarop een aankondiging dat het een nieuwe service was. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel handig. En toen heb ik eigenlijk heel snel de beslissing genomen van neem ze maar mee. Ik zeg, maar je brengt ze toch wel echt terug, hè? Goedemiddag. Wij zijn van Mobile Bike Control. Twee fietsen. Twee fietsen, prima. Kijk eens, dat is ziek. Nee, dat is super, hè? Ik doe alvast dit kaartje eromheen. Als jij deze pakt. Ook hier worden de fietsen vrijwillig afgestaan. Twee mooie fietsen die al snel 100 euro per stuk opbrengen. Prima. Ja? Nou, okay. Alsjeblieft bedankt. Nou, tot zometeen. Heel vast bedankt. Nou, tot zometeen. Ja, dank je wel. Tot zometeen. Dag. Deze mevrouw heeft dus ook niets in de gaten. Bob en Marco zijn op dreef. Ze verzamelen genoeg fietsen om een groothandel te beginnen. Ja, hoor, dank u wel, meneer. En als klap op de vuurpijl weet ons duo zelfs een scooter los te peuteren. Fietsen bij de mensen thuis ophalen is dus geen probleem. Hoe zit dat met mensen die boodschappen doen? Geven die ook zomaar hun fiets mee?
Wij bieden vandaag aan, dat de eerste dag van ons nieuwe bedrijf is, Mobile Bike Control, een gratis controlebeurt voor de fiets. We staan hier met de bus, we doen het daar binnen. Als u boodschappen doet, ik weet niet, je bent waarschijnlijk 10 minuutjes weg? Ja, hooguit. Hooguit? Nou ja, dan hebben wij hem even nagekeken. Ik vind het prima. Ja, als u de sleuteltje even inhoudt, moeten we het wiel rond kunnen draaien. Dan gaan we even kijken, zien we u zo weer. Ja, prima. Oké, dankjewel. Tot zo. Ja. Ik denk, ik loop naar die bus toe, want nou, ik ben hooguit 5 minuten binnen geweest. Dus ik denk, ik loop naar die bus toe. En, ik zie die bus niet staan. Ja, ja, dus, schrik je wel even. En daar komt het volgende slachtoffer. Ook deze jongen levert zijn fiets in voor een gratis doorsmeerbeurt. En met deze fiets erbij is de eindstand 28 fietsen, 1 skelter en 1 scooter. Ja, gewaarschuwd mens telt voor 2. Geef je fiets of scooter niet zomaar mee. Vraag om identiteitspapieren en noteer altijd het kenteken van de wagen wanneer er een mobiele service bij u aan de deur komt. Meld u ook aan voor de opgelicht nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van oplichting, fraude en bedrog. En dan nu het dramatische en bizarre vervolg op het verhaal van de 54-jarige Mehdi Schellevis. Al meer dan 23 jaar ligt zijn mensen op. Alles en iedereen trekt zij mee in haar wereld van bedrog en ellende. Zelfs haar eigen vrienden, familie en moeder worden de dupe van haar gedrag. Vandaag de spannende ontknoping, dit keer met Mehdi Schellevis. Maar eerst, om uw geheugen even op te frissen, een korte terugblik. Dit is de Amsterdamse Mehdi Schellevis die van liegen en bedriegen haar werk heeft gemaakt. Met als enig doel om mensen geld afhandig te maken en nergens voor te hoeven betalen. Voor niks en niemand draait ze haar hand om. Ze misbruikt zelfs haar Joodse achtergrond om vrienden en kennissen van haar en haar ouders op te lichten. Als je iemand zo 50, 55 jaar kent en je gaat goed om en ze is hier altijd met open armen ontvangen omdat zij het leuk vond, omdat we 3 kinderen hadden. En dat je dan zo verschrikkelijk wordt bedrogen, dat vind ik het erger. Wat mij het meeste dwars zit, is punt 1 dat ze de mensen zo op een ongelofelijke manier in de maling heeft genomen. 2 is haar moeder. Wat ik, ondertussen ook een hele hoogbejaarde vrouw is. Die op een enorme manier ook door de dochter van mij in de maling wordt genomen. Mehdi verkeert graag in rijkere kringen. Rijdt rond in dure huurauto's waarvoor ze niet betaalt. En ze is gek op Ajax. De oplichtster schermt vaak met namen van bekende en machtige mannen. In kroegen zoekt Mehdi nieuwe slachtoffers uit. Tijdens de wintersportvakantie, georganiseerd door haar stamkroeg, doet ze alles om mannen te strikken in haar web. In de badkamer had ze dus haar, zat zo'n heel mooi lingerie-setje. En had ze dus haar stringetje en haar BH'tje zodanig gedrapeerd dat iedereen dat al kon zien. En ja, dat vind ik toch een beetje vreemd. Er lopen toch ook mannen rond. Een waslijst aan mensen en bedrijven is dus de dupe geworden van haar geraffineerde en duistere praktijken. Alle gedupeerden zijn verontwaardigd en boos. Ook wilde er even zo persoonlijk zien en een paar hele harde krabben in de gezicht geven. Dat wil ik. Ik doe geen kwaaie dingen. Maar dragen kan altijd. Ik zou haar heel graag even ontmoeten. En al die dingen, die sprookjes die ze mij verteld heeft, even voor de voeten gooien. Dat is toch iemand zomaar bedonderen in de maling nemen? Iedere keer maar weer andere smoesjes. Het gaat maar door. En dat al jaren. Dat kan toch niet? Dat is toch gods onmogelijk? Dat kun je toch niet toelaten als samenleving? €2200, dat is gewoon weg. Mehdi's hoogbejaarde moeder wordt na 20 jaar uit haar woning gezet. Dit gebeurt als Mehdi een jaar bij haar inwoont en over de financiën gaat. Mehdi gebruikt haar dakloze moeder constant als smoes om mensen op te lichten. Het is een naar verhaal dat iemand vrienden oplicht. Hè, dus vrienden van de ouders. En dan ook nog relaties oplicht. En dan op een bepaald moment komt in het circuit van verhuurders van kamers. En dan iedere keer zegt, het is zo zielig, van mijn moeder wordt op straat gezet. Nou, het meest kwalijke vind ik, en dat is ook de reden waarom ik Tros opgelicht heb ingeschakeld, dat ze dit doet onder het zielige verhaal van een 84-jarige moeder. Door tastend onderzoek van Tros opgelicht brengt onze verslaggever bij een oude bekende van Mehdi.
Hij weet meer over Mehdi en haar moeders toestand. Op het moment dat wij binnenkomen, wordt er gebeld. Dat ik Mehdi vandaag al 14 dagen niet heb gezien. Waar zit ze? Dat is de moeder. Ik weet het niet. Waar zit zij? Weet je het echt niet? Nee. Waar bent u dan? Ja, ik ben waar ze me gedumpt heeft, maar dan moet ik weg en de poes moet ook weg. Maar wie woont er dan? Ja, daar woont die advocaat. Maar die vrouw die is wit, heet op de. Nou ja, die kan er wel vermoorden. Ja, dat zijn er wel meer. Die vrouw die krijgt 4000 gulden van haar. Van dat ze hier zoveel maanden heeft gezeten. En ze komt maar niet over de brug met geld. En heb ik mijn AOW gegeven en nog wat. Ik bedoel, want ik wil die schuld niet hebben. Ja. Ik bedoel, wat is die rot mij toch in godsnaam mee bezig? Ik heb het niet meer. Moeder is helemaal in paniek. Ja, kom, we gaan als een gekte naartoe, jongens. Terug in Amsterdam loopt onze verslaggever geheel onverwacht de ex-advocaat van Mehdi tegen het lijf. Hallo. Wat een toeval dat ik u treft. Ja, wat een toeval, hè? Ja. Ja, ik wil niet gefilmd worden. Ik ben gewoon een advocaat. Maar weet u misschien waar mevrouw Schellevis is? Ja. Met u? Hoe? Mevrouw Mehdi Schellevis. Nee, ik heb, wat ik zeg, in een huurzaak heb ik een keer een brief voor haar geschreven. Verder weet ik niet waar ze is, want ze heeft mijn nota niet betaald. En mevrouw Van der Linden Schellevis? Waar heb ik u voor naar verwezen naar de GGD? Die is bezig om onderdak voor haar te zoeken. De ex-advocaat van Mehdi heeft Mehdi en haar moeder zo'n 4 maanden onderdak verschaft in haar huis in Amsterdam. Hier zit Mehdi's moeder. En het lijkt erop alsof Mehdi van de aardbodem is verdwenen. Wat is die rot mij toch in godsnaam mee bezig? Ik heb het niet meer. Alle slachtoffers van Mehdi Schellevis willen dat de 84-jarige moeder van Mehdi goed verzorgd wordt. En wat betreft Mehdi hebben ze maar één wens. Dat ze in de vrouwenvleugel van de Bijlmer Baaiers terechtkomt om het af te leren en dat de moeder in een bejaardenhuis komt. Ja, dat was dus 2 weken geleden. Hier aanwezig Bob Ollier, welkom. Wist u van die uitzending 2 weken geleden? Nou, ik werd eigenlijk geïnformeerd door vrienden en bekenden. Van, je moet nu gaan kijken, want ik had het verhaal uitgelegd. En toen heb ik het gezien eigenlijk. Ja, en wat vond u ervan? Ja, dat bevestigt eigenlijk... Je staat eigenlijk perplex, want je verwacht dat je je geld terugkrijgt. Maar het gaat niet lukken. Nee, u bent visboer en ze kwam regelmatig een visje bij u halen. Nou, ze kwam eigenlijk met de feestdagen visschotels bij ons bestellen. Eigenlijk met de kerstdagen, zeg maar. Ja. En hoe bent u dan zover gekomen dat u haar geld geleend heeft? Nou, ze kwam op een vrijdagmiddag, 15 februari, bij ons aan de stal. Met het verhaal dat ze was overvallen door 2 jongens op een scooter bij het benzinestation. En ze was beroofd van de tas, geld, telefoon, alles kwijt. Huissleutels. Ja, hoeveel heeft u haar geleend? In eerste instantie hebben we haar... Ze vroeg eigenlijk €50 om te kunnen tanken en dan had ze nog wat speling. En uiteindelijk hebben we er €150 extra geleend voor de sleutels die ze erbij moest laten maken. Ja, ja. Niks meer van teruggezien waarschijnlijk. Niks meer van teruggezien, nee. Nou, 2 weken geleden hadden we de laatste verblijfplaats van Mehdi gevonden. Haar moeder was op dat moment nog daar. Maar Mehdi was spoorloos. Een bekende van Mehdi reageerde op onze uitzending en vertelde dat ze was meegereden naar Duitsland, waar ze overigens ook een rekening van een hotel niet betaald heeft. En we ontvingen nog een belangrijke aanwijzing. Mehdi zou in een hotel in Amsterdam zitten. Daar gaan we naartoe. En we zijn er nog maar net als ze naar buiten komt. Hallo. Dag, aangenaam. Mijn naam is Mildred Roethoff. Goeiedag. Ik heb wat vragen die ik graag aan u zou willen stellen. Er zijn heel veel mensen gedupeerd, zoals u weet, door u. Door mij? Ja, dit bent u toch? Ja. Ja, u heet toch Mehdi Schellevis? Nee. Nee, hoe heet u dan? Nee, hoe heet u dan? Ik weet niet dat u iets aangaat. Nou, ik weet dat u Mehdi Schellevis heet. Ik wel, denk mevrouw. Dat u niks aan. Wat is uw verklaring wat voor het feit wie dat u zoveel mensen heeft opgelicht? Wie bent u? Mijn naam is Mildred Roethoff. Ik werk voor het televisieprogramma Opgelicht. Ja. En wij hebben heel veel mensen gesproken die slachtoffer zijn van u. Van mij? Ja. Mevrouw Mieke Jansen. Wie is dat? Gideon Schrijver. Die ken ik wel. Ja, die kent u wel. Dat is al een goede vriend van u geweest vroeger. Ja, ja daar bent u mee opgegroeid. Zelfs die heeft u in de maling genomen. Heeft u een verklaring voor uw gedrag? Nee. Nee, hoezo niet? Waarom niet? Moet u misschien hulp gaan zoeken? Ik denk dat ik al hulp heb. Van wie heeft u hulp? Ik denk niet dat ik u dat hoef te vertellen. Waar is uw moeder? Geen idee. Bent u op zoek naar uw moeder?
Ja? Waarom heeft u uw moeder gedumpt bij een advocaat? Een reden. En wat is die reden dan? Weet ik niet. Wat denkt u? Wat ik denk? Ja. Een hele hoop. Als u nou gewoon eens even begint bij het begin. Ja. Wat is uw verklaring voor uw gedrag? Want u heeft heel veel mensen in de baling genomen. Een storing. Een storing. Een storing van wat? Van intern, psychisch. Zover bent u wel? Ja. Ja. Ja, ben ik zeker. Wat zijn uw stappen nu dan? Mijn stappen? Dat ik mezelf wil laten helpen. Echt, ik meen het. En echt goed laten helpen. Want u bent medisch relevis, toch? Ja, maar ik wil mezelf gewoon helpen laten helpen. Maar hoe bent u zo ver gekomen om dit te doen? Door mijn jeugd, denk ik. Ja, wat is er in uw jeugd allemaal gebeurd? Een vader gehad die Joods was. Ja. Heel erg beschermend. Ja. Ja. Heel lief hoor, namelijk. Nee, want ik heb begrepen dat u ontzettend goede opvoeding heeft gehad. Heb ik ook. Maar met sommige dingen is iets verkeerd gegaan. Een man gehad die verschrikkelijk U heeft een man gehad die u mishandelt? Die mishandeld heeft. Allemaal van dat soort dingen. En ik denk dat dat gewoon in het bolletje geslagen is. Maar daarom hoeft u toch geen mensen in de maling te nemen? Nee, het is niet in de maling. Het is veel erger. Het is bedriegen, het is oplichten. Het is alles doen wat fout is. Het is een noodsprong geweest om mijn moeder uit de wind te nemen. Ja, maar als u uw moeder uit de wind wil helpen, mevrouw Schellevis, dan gaat u toch niet na weet ik veel hoeveel jaar dat u op de Edisonstraat heeft gewoond, de huur in te betalen? U bent een hele intelligente vrouw. Uw moeder heeft daar gewoond. Ja, moeder, en u woonde bij uw moeder? Nou, ik heb het laatste jaar gewoon bij haar gezeten in verband met het overlijden van mijn vader. Zo zit het gewoon in elkaar. Maar denkt u dat zijn er een hele hoop dingen zijn er uitgekomen. Dat is gewoon niet heel goed. Maar denkt u niet dat u nu gewoon aangifte moet doen en gewoon naar het politiebureau moet lopen? Ja. En zeggen van, nou, ik ben medisch schelvis. Nou, loop nu naar het politiebureau, dat is daar aan de open. Ja. Het is daar, loop ik daar naartoe. En dan gaat u gewoon uzelf aangeven bij het politiebureau. Dat lijkt me een goed plan. Maar heel veel mensen die zijn zo kapot van wat u hen heeft aangedaan. Mevrouw Mieke Jansen, mevrouw van 80 jaar. Dat is toch verschrikkelijk? Ik ben het ook helemaal met u eens. Maar wil u dan spijt zeggen? Wilt u zeg maar uw excuses in ieder geval aan? Ja, dat wil ik ook zeer zeker. En ik wil ook zeer zeker dat alles goed komt en dat alles weer voor elkaar komt. Dat meen ik ook echt. Uit de grond gemaakt. Nou, dan is echt de eerste stap dat we naar het politiebureau gaan, ja? Dat meen ik serieus, hoor. Dat is echt waar. Nee, we lopen nu gewoon naar het politiebureau. En dan gaat u gewoon u zelf aangeven. Want was u van plan hier in het hotel de rekening te betalen? Ja, natuurlijk. Kijk. Ja, maar u heeft toch nog nooit ergens een rekening voor betaald? Nou, ik overdrijf helemaal niet, dat weet u ook wel. Nee. Als er iemand overdrijft, dan bent u het. Ik overdrijf helemaal niet. En ik, wat zeg ik? Ja, net zoals met mijn moeder. Dat doet zoveel pijn. Ja, maar u bent toch de oorzaak van dat. Ik bedoel, u sleept uw moeder elk huisje voor een aantal maanden in. En dan gaat u weer weg. En dan betaalt u weer de huur. Dat doet u toch? U kunt toch ook gewoon een baan gaan zoeken? U heeft ooit gewerkt. Ik heb mijn leven lang gewerkt. Ja, u heeft een aantal jaartjes heeft u gewerkt. En heeft een u eerlijk aantal u... jaartjes? Ja, heeft u eerlijk uw brood verdiend. Maar waarom gaat u daar nu gewoon mee door? Een aantal jaartjes? Ik heb vanaf mijn 17 jaar gewerkt. Ja, u bent helemaal geen domme vrouw. Nee, dat ben ik ook niet. Maar nee, maar u bent wel zo dom om allemaal mensen op te lichten. Op een zeker moment dan draai je de stoppen door. Ja, zijn de stoppen echt doorgedraaid bij u? Ja, op een zeker moment wel. Daar ben ik heel eerlijk. Ja, ja. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Ja. En daar schaam ik me ook. En welk moment was dat? Dat is gebeurd, ik denk, laat ik zeggen, een half jaar van mijn vader. En wat gebeurde er toen precies? Dat ik het niet meer wist. Ik heb nog nooit in mijn leven zelfmoord eigenlijk gehad. Ja, triest voor u. Maar dat wil ik niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook heel triest. Dat wil ik echt niet. Ja. En hoe denkt u dat ik me voel? Dat ik mijn moeder niet zie? Dat weet ik niet. Hoe voelt u zich? Vertelt u dus aan mij. Stikkelig. Maar daar heeft u toch zelf voor gekozen? Ja. U heeft uw moeder gedumpt bij die advocaat. Dat is 2 weken geleden gebeurd. Ik weet niet eens of ze daar nog zit. Nee, daar zit ze niet meer. Ze zit nu in een bejaardentehuis.
Maar het is toch verschrikkelijk dat u uw moeder bent bij die advocaat? U heeft daar 4 maanden bij die advocaat gewoond. U gaat op een gegeven moment weg. Waar bent u naartoe gegaan? Ik heb overal gezeten. U bent op de vlucht eigenlijk. Ja, het is niet op de vlucht. Het is het. Niet op de vlucht zijn, dan zou ik niet terugkomen in Amsterdam. Ja. Ja? Ja. Het is ergens het willen. Hoe mag ik het zeggen? Het willen dat ik eruit kan komen. Dat ik erover kan praten. Oké, okay, nou we beginnen bij stap 1. Dus, en dat is dat u zichzelf gaat aangeven bij het politiebureau, toch? Oké. Okay. Hoeveel mensen in totaal heeft u opgelicht, denkt u? Kent u iedereen op die u heeft opgelicht? Ik weet het niet. Wat vindt u nu het ergste wat u zelf heeft gedaan? Wat ik gedaan heb? Ja, wat vindt u het allerergste? Het allerergste? Ja, van alle gevallen? Want het zijn er heel veel. Het is echt een waslijst aan mensen die de dupe zijn geworden door u. Vrienden van uw vader onder andere, van uw moeder. Wat ik het ergste vind, ja, is dat ik mijn moeder heb achtergelaten. Ja. Dat vind ik het ergste. Ja. Ja. Wat heeft u te zeggen tegen Gideon Schrijver? Nou ja, dat vind ik verschrikkelijk. Want Gideon, daar ben ik mee opgegroeid en heb ik zoveel mee meegemaakt. Wat heeft u te zeggen tegen mevrouw Mieke Jansen? Vind ik ook heel erg. Heel erg. Ik heb alleen een vraag. Zou iemand van mij een maxi-net willen halen? Als ik daar naar me kom, dan wil ik graag een pakje bij me. Momentje. Wat voor wat rookt u? Winston Light. Zou je even een pakje sigaret voor mevrouw Milaan? Voordat ze daar... Ja? Voordat ze het gevangenis ingaat. Heeft ze enig morele verplichtingen? Ik zou zo graag willen. Iedereen die ik zoveel pijn heb gedaan. Ja, dat ik die... Dat ik die pijn weg kan nemen. Echt waar. Ja, dat is wat u wil. Ja, ik hoop echt dat ik u kan vertrouwen op uw woorden, maar neemt u mij niet kwalijk. Nee, dat kan niet. Ik ken uw dossier. Ik heb zoveel over u gehoord. Ik heb zoveel mensen gesproken die u gedupeerd heeft. Ik geloof u eigenlijk niet. Nee, maar ik zeg, het is een goede stap om naar het politiebureau te gaan. En dat we daar beginnen met het doen van aangifte. Ja, dat is een goed begin. Dat denk ik ook. Ja, straks het vervolg van het gesprek dat we midden op straat hadden met Mehdi. Gaat ze zichzelf echt aangeven bij de politie of gebeurt er nog iets anders? Hier in de studio Gideon Schrijver, Mieke Jansen, mevrouw Spijers, allerlei andere mensen die met Mehdi Schellevis te maken hebben gehad. Mevrouw Jansen, ik begin even met u, bij u. Herkent u haar? Is dit haar ten voeten uit? Of nee, zo heb ik haar nooit gezien. Wat is er anders aan haar nou? Wat? Wat is er dan nu anders aan haar? Nou, dat ze nog meer nog liegeriger overkomt dan anders. Dan de laatste jaren dat ik heb meegemaakt dat ik haar dat geld heb gegeven. Ze had steeds andere smoesjes. Bijvoorbeeld, dan ging ze. Zat ik in een café, want ik zou mijn geld krijgen. Ze ging even naar de bank om het uit de kluis te halen. En ze komt terug. Ze kunnen niet bij de kluis, want er is te weinig personeel bij de bank. Nou, dus, en toen, de volgende dag ben ik naar de bank gegaan en toen zeg ik tegen de juffrouw, ik wil zelf een kluis openen. Toen zegt ze, we hebben hier helemaal geen kluizen. Maar is het dan niet zo dat u veranderd bent, dat u meer ziet dat ze liegt nu? Ja, nu wel. Ja, maar ze heeft me anderhalf jaar denk ik in de maling genomen. Steeds met anderen. Dan zat er weer ergens een safe op het nachtslot. En dan iedere keer denk je, nou, ze is wel eerlijk. Ze brengt het heus wel. Ja. Nooit. Nee. Gideon Schrijver, wat is jouw eerste indruk? Ten voet uit. Ja, ten voet uit. Ja? Als je denkt, als je kijkt ook wat er allemaal gebeurd is, wat je de verhalen die je allemaal gehoord hebt nu. Als je er ziet lopen zo, de excuses die ze ook toen de tijd bij mij een keer bij Ajax heeft gemaakt, dat ik er weer tegenkwam. Ik was ziek, toen was ze dus ook al ziek, had ze al toegegeven. Toen ook al? Dat zei ze toen. Ja. Want jullie schoten allemaal in de lach toen ze zei, ik heb nooit zelfmoordneigingen gehad, maar nu wel. En toen moesten jullie lachen. Dat is misschien toch wel heftig als iemand dat zegt. Ja, maar dat is de overdrijving. En misschien is dat wel de Jiddische overdrijving, weet ik veel hoe je dat mag noemen. Dat is wat dat betreft een term. Ik geloof niet dat ze dat gezegd, dat ze de intentie had om zelfmoord te plegen, hoor. Ze hield veel te veel van mooie kleren, grote auto's.
Dus dan ga ik geen zelfmoord plegen. Nee, ze wilde het ook niet, zei ze dan weer. En wat me opviel, mevrouw Spijs, is dat ze voortdurend zegt... dat meen ik, echt waar, dat meen ik, echt waar. Dat doet ze bijna elke zin, hè? Ja, nou ja, ik ken Medi natuurlijk niet zo goed. Toen ze bij ons huurde, heb ik er 1 of 2 keer gezien. En nou ja, het enige wat ze toen deed, het was alleen maar lopen roken, roken, roken. En, dat de moeder dan ook nog zegt dat ze leukemie heeft. Dat ze elke dag naar het ziekenhuis moet voor vers bloed. Nou ja, als ik het zo zie, denk ik, nou, ze heeft echt haar acteertalent misgelopen. Ja, ze had echt actrice moeten worden. Ja, dat was misschien een mooie roeping geweest. Wat denk je, Gideon? Gaat ze zelf dat politiebureau in of is daar meer voor nodig? Ik denk het wel. Ik denk dat ze gewoon nu inderdaad wetens gepakt is. Ja. Gesnapt. En dat ze... Ja, ze loopt wel heel makkelijk mee, vind ik. En dat had ik niet verwacht. Nou, laten we kijken hoe het afloopt. Ik denk dat ze niet anders kan. Nee. Ik denk dat ze al aan het rondkijken is geweest. Misschien kan ik ergens vluchten. Misschien was het pakje sigaretten halen wel een optie om toch nog te ontsnappen. Ja. Nou, laten we kijken hoe het afloopt in Amsterdam-Oost. Ja. Heeft u het telefoonnummer van uw moeder? Ik wil niet. U heeft toch een mobiele telefoon in uw tas? Nee? Nee, waar zit ze? Mag ik even uw telefoontje zien dan? Mijn moeder heeft er geen vast nummer meer. Ze heeft toch een... mobieltje? Ja, een mobiel nummer. Ja. Maar is dat nog geactiveerd? Heeft ze dat? Weet u dat? Ja. Wanneer heeft u voor het laatst haar geprobeerd te bellen? Ik heb haar niet geprobeerd te bellen. Ik heb haar voor het laatst gezien toen ik voor haar de weg ging. En wanneer was dat? Dat wordt aanstaande donderdag, wordt dat 4 weken. Hoe kunt u zoiets doen? Ja, dat is niet juist wat ik zeg, wat zo'n pijn doet. Wat zo erg is, dat ik niet weet van wat ik daarmee aan moet. Ja. Dat is echt te bizar. Dat hebben we nog nooit gedaan, hè? Ik wilde niet naar binnen lopen voor het feit dat jullie misschien dachten van god, weet ik veel, ze doet dit of dat. Want eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ben ik hier heel blij mee. Mama Kobi. Ja? Nou, laten we haar eens proberen te bellen. Ja, moet ik erop staan? Goeiedag. Ik spreek met Kobi, Schelletjes van de Linden. Met wie spreek ik dan? Mevrouw Broekhoven. Dag mevrouw Broekhoven, ik loop hier met Medi Schellevis. Kent u haar? Ik loop naast Medi Schellevis. Kent u haar? Nee, helemaal niet. Ik geef u even mee, uw dokter. Momentje. Zij zoekt u namelijk. Ze wil graag naar u toe. Waar zit jij? Die kant op lopen voor het geluid. Ik bedoel, je hebt me zo in de steek gelaten. Je kan me niet meer verdrietig met wat je nou hebt gedaan. Maar waar zit jij? Ik zit er niet toe waar ik zit. Het gaat je niet zijn, ik ben toch je moeder niet meer. Je hebt me zo in de steek gelaten met je poes. Dat ik geen kind meer heb. Wat je allemaal gedaan hebt voor de televisie. Dat de halve wereld weet wat je gedaan hebt. Ik bedoel, het is gewoon een verschrikking. Of vind je dit normaal? Nee, het is ook niet normaal. Ik ga me dus ook nu aangeven. En ik ga dus vragen dat ik echt hulp krijg. En dat heb ik echt heel erg hard nodig. Ja, dus... ja, weet ik niet. Nou ja, het is triest. Het is triest. Maar het komt wel door uw eigen gedrag. En natuurlijk wel voor een bel. Niet, echt niet door alles. Dat meen ik serieus. Echt waar. Dat is echt zo. Dat meen ik echt. Dus, dat meen ik echt. Dat meen ik. En nogmaals, ik wil eraan geholpen worden. Ik wil alle gedupeerden, wil ik op een bepaalde manier zien terug te betalen. Ja. Nogmaals, wil ik het niet geloven, maar ik ben hier echt blij mee. Nou, ik denk dat volgens mij komt die auto die komt u ophalen. Nou, volgens mij komt die auto u ophalen. Laten we hem even naar de politieagenten gaan. Goedendag. Deze mevrouw die staat gesignaleerd. Dit is mevrouw Schellevis. Goedendag mevrouw Schellevis. We gaan even naar binnen. Ja, dat zei ik al net.
Okay. Komt u maar mee. Oké. Okay. Nou, succes. Dank u wel. Hey, bedankt. Dat het allemaal goed wordt afgewikkeld. En nee, u heel veel sterkte. Ik meen het serieus. Echt bedankt. Dat meen ik echt. Het groen van Maart. Ja, heel veel sterkte. Gaat u mee, mevrouw Schellevis? Ja, en toch inderdaad het politiebureau in. Uit eigen beweging. Ja. En we werden nog bedankt ook. Ja. José van der Spek, wat vind je van deze afloop? Nou ja, ik vind het gewoon typisch junkergedrag. Van ja, sorry en ik meen het. En uit de grond van mijn hart. Het is allemaal herkenbaar. Ja. Dus ja. Eerst zien, dan geloven weer. Ja. Ja. Wat vindt u hier nou van? Ik geloof dat de politie niks gaat doen. Nee? Ik denk dat ze echt dat ze zo weer op straat staat. En dat zit me eigenlijk ook dwars hier zo in Nederland. Dat dit soort mensen gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Dit soort praktijken. Ja. Hoog had een paar weekjes opgeborgen en dan... En dan gaat ze weer verder. Ik bedoel, ze maakt zo schade voor hem van 60.000, 70.000 euro per jaar. Ja. En dat kan zomaar. Ja. Maar als je in Nederland te hard rijdt, 10 kilometer, dan heb je een boete. Ja. Maar als je iemand oplicht voor 60.000, 70.000 euro per jaar, dan... En als de televisie er geen aandacht aan geeft, dan wordt er al helemaal niets gedaan. Hè? Nou. In het algemeen. Maar het is ook... De techniek laat toe dat je toch wat meer dingen zou kunnen doen, ook de politie. Maar bijvoorbeeld Amsterdam, Kennemerland, dat is niet gekoppeld. Ook de andere polities niet. Alleen maar de bureaus in Kennemerland of in Amsterdam, die zijn gekoppeld. Ja. En de rest niet. Dan denk je, nou, waar leven we in? Ja. In een tijdperk van techniek. Ja. En de polities kunnen niet eens hun computers koppelen. Ja. En ja. Bovendien... Al oud probleem. Ik wil nog even absoluut. Terug. Ja, heel belangrijk. Ja. Met mevrouw Jansen, want u heeft ook de moeder van Mehdi goed gekend. Ja. Wat vindt u van haar reactie? Ik kan me nu wel voorstellen dat ze zegt, ik heb geen kind meer. Want als je zo slecht voor je moeder bent, nu nog. Mm. En ik heb ook gehoord, ze heeft, dus dat had ze mij verteld. Ze heeft, dat noemden wij dooienfondsje. Dan krijg je geld als je een van je familieleden komt overlijden. Dat heeft ze in de zak gestoken. Dus dan ben je ook nog vreselijk slecht tegenover je dode vader. Ja. Dan moet je toch in en in slecht zijn. Ja. Ze heeft kennelijk die moeder toch tot het uiterste getergd. Ik denk het wel, ja. En die moeder kon natuurlijk niet veel. Het is raar om te zeggen, maar die moeder is een hele simpele ziel. En die kwam haast nooit ergens meer. En als ik af en toe bij haar op visite kwam, wilde ik over een televisieprogramma praten. En dan zei ik, heb je dit of dat gezien? Nee, zegt ze, want Mehdi wilde niet kijken. Ja. Mehdi was de baas. Ja. Altijd. Ja. En dat ze al 4 weken niet gebeld had. Hè? Het had wel gekund, hè? Want het nummer stond gewoon in het telefoontje. Ja. Gideon, wat zou voor jou nou genoegdoening zijn? Wat moet er nou met haar gebeuren? Als we nou eens even niet van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren uitgaan, maar wat jij zou willen. Ja, nou ja, ze is ziek, zegt ze. Ik vind dat altijd zo prachtig. Iedereen die dit soort dingen doet, is ziek. Ze is al 25 jaar. Ze is al 25 jaar ziek, blijkbaar. Ga heen. Maar ik denk, ik weet niet wat je hier aan kan doen. Nee. Dit blijft gaan. 23 jaar geleden begonnen, wat we hebben gehoord. Mei 15 jaar terug, 12 jaar terug. Al deze mensen hier. En dan de slechte jeugd. Ze had helemaal geen slechte jeugd. Nee, helemaal. Alles, maar dan ook alles. Kon, mocht en werd gedaan. Ja, u zei het de vorige uitzending. Ze was ongelooflijk verwend hè? Het is geen slechte jeugd. Ouders hebben alles voor elkaar gestaan. En ik hoor dus de moeder nu. Dan krijg je een brok in je keel. Ja. Ik ken dat mensen al mijn hele leven. En, Maar ze heeft het ook over de Joods. Nou, ten eerste is zij niet Joods. Want haar moeder is ook niet Joods. Alleen haar vader. Nou, en ik heb van mevrouw Jansen begrepen dat die vader daar absoluut verder geen problemen mee heeft. Ze lieten zich daar voor staan. Nooit. Ze hebben altijd ze hebben heel lang een schuilnaam gebruikt uit de oorlog om uit de kampen te blijven. Dat hebben ze de afgelopen jaren nooit meer gedaan. Nee. Dus ik bedoel, dit... We zullen zien hoe het afloopt. Op dit moment zit Mehdi Schellevis nog in voorarrest. Dat duurt nu al 10 dagen. En de Raadkamer beslist één deze dagen of dat voorarrest verlengd wordt. We houden u op de hoogte van deze zaak, ook via onze website. Als ze voorkomt, mag je daar dan bij zijn? Want dat wil ik wel. Ja, ik denk dat u daarbij wil, als ze voorkomt. Maar goed, we houden u op de hoogte, ook via de website Heel Nederland. Maar we zullen u in het bijzonder even telefonisch ook op de hoogte houden. Ik dank u allen heel hartelijk voor de medewerking. Wilt u ook een uitzending bijwonen? Kijk dan op de website www.opgelicht.nl.
Ja, en dit was Opgelicht voor vanavond. Bel 0900 674 3542 als u informatie heeft of tips kwijt wilt. Wij zijn er weer in april en wel op dinsdag, weer de dinsdagavond, de 22e. En als u niet zo lang kunt wachten, kunt u natuurlijk altijd onze website bezoeken. Voor nu een prettige avond verder en graag tot de volgende uitzending in april. Uur per dag. Het leukste en beste op tros.nl.